De rehabilitatiewerkzaamheden aan de Nieuwe Charlesburgweg verlopen vlot. De weg wordt over zijn volledige strekking opnieuw geasfalteerd, voorzien van een nieuw ontwateringssysteem en voetpaden. De werkzaamheden aan de Nieuwe Charlesburgweg worden uitgevoerd door de aannemer Kuldiepzing Infra. En die zijn gestart vanaf oktober 2018. En zoals u hier achter mij ziet, dan ziet u dat we de eerste strekking, dat loopt vanuit de Kwetterweg tot en met de oude Charlesburgweg, al in asfalt uitgevoerd hebben. De eerste laag is aangebracht. En voor de tweede laag, de derde laag, dat is dan de toplaag, die wordt dan in één keer uitgevoerd met de volgende strekkingen. En de volgende strekkingen, de tweede strekking, zijn ze nog bezig met de wegfundering. Ze zijn nu bezig de grondverbetering toe te passen. En in de laatste strekking, daar zijn ze nog bezig met de rioleringswerkzaamheden. Daar worden er rond 1000 en de rond 1500 duikers aangelegd. De tweede strekking loopt vanuit de oude Charlesburgweg tot en met de Putterweg ongeveer. En de laatste is vanuit de Putterweg tot en met de Ringweg Zuid. De werkzaamheden houden in dat de oude asfaltlaag verwijderd wordt. En daarna komt de nieuwe wegfundering in de plek. Dat bestaat uit een 40 centimeter klinkzandpakket, waarop een 35 centimeter basecoursepakket en daarna komen de asfaltlagen daarop. En los daarvan worden er ook voetpaden aangelegd. En de rioleringswerkzaamheden die worden natuurlijk daarvoor al gedaan. En er worden duikers aangelegd, verschillende afmetingen vanuit de 500 tot en met 1500 mm worden aangelegd. En tot hoe lang zijn jullie dan bezig met deze werkzaamheden? Als u zegt dat u rekent op het einde van het project, dat is het tot en met mei 2020. Maar we proberen zoveel mogelijk te werken in deze droge tijd.